Wij zijn in Blokhuis. Dit is een skigebied, dus ik vanmorgen heel vroeg uit bed. Ik denk de skiën onder. Ik kijk mijn vrouw uit de camper en die zegt van, wat ben jij aan het doen, jong? Ik zeg, ja, wat denk je? Het is toch een skigebied? Ach, zegt ze, er is hier geen sneeuw. Ik zeg, oh ja, dat is ook zo. 4 jaar geleden waren we hier ook. Ja, toen was er wel sneeuw. Maar ja, toen kon ik ook niet skiën. Dus ja, wat het nou weer is, ik weet het ook niet, hè. Of flauw of niet, zulke dingen. Maar het is hier een prachtig gebied. Je zit hier aan de bosrand, zoals je kunt zien. Ja, het is hier gewoon heel mooi, hè. Zoals ik al iets aangaf, van 4 jaar geleden zijn we hier ook geweest. En we zijn gewoon een hele keer terug om even een filmpje te draaien voor de kijkers, hè. Gigantisch mooie wandeling maken, hè. Nou, op zich is dat ja, geweldig. Alleen je moet eigenlijk, ik zeg het vaker, met eigen ogen zien en beleven. Een wandeling met de hond. Tenminste, als de hond wil. De hond heeft meestal alles in, hè. Het blijft een prachtig gebied, Zouwerland. Ik probeer een beetje rustiger te lopen. Ik loop weer op een lekker weggetje, waar het niet helemaal meevalt, hè. We doen ons best. De hond vindt het hier prachtig. Komt goed uit, wij ook. Dus ja, wat wil je dan nog meer? Schreeuwende kraaien op de achtergrond. Hond vreet de boom op. Nee, hond vreet de boom op. Het is echt iets voor de hond, dit. En voor iedereen wel, natuurlijk. Annie, jij vindt hier wel mooi, hè? Vind jij hier mooi, hè? Je kunt hier wel fietsen, maar dan moet je wel een goede fiets hebben, hè? En met ondersteuning, want anders wordt het denk ik niet. Nou, de koeien die vindt hier ook prachtig. Koeien met spierballen. Weer een prachtig uitzicht hier. Een heel eind, hè. Blijft mooi. Maar dat heb ik net ook al gezegd. Dus, voor de zoveelste keer. De panoramahutten, parkeerplaats van 200 meter, nou, daar staan wij dus. Aan de andere kant Keukenbaan, er zijn ook nog een ja, paar parkeerplaatsen. Dus. En hier kun je, als het open is, nog wat eten en drinken. En wanneer is het open? Ja, dat is maar net hoeveel zin die man zelf heeft vol mee, hè? Of vrouw, wat het ook is. Geen openingstijd of zo, dat ik kan zeggen. Ja, daar staat wel wat. Dus even kijken, even over het draadje. Daar staat het. Potverdorie. Nou ja, de menukaart. Dus ja. Wie weet. Dat is nu dicht, maar dat zal er normaal ook open wezen dit. Dan kun je daarin lekker zitten en dan kun je lekker genieten van het uitzicht. Hè?
Een prachtig plekje. Sigaretautomaat. Nou ja, goed. Er zit volgens mij niet veel meer in, maar het lijkt me niet het beste om, om te roken. Hè. Ik zal hier mijn blik van voren gooien. Een blik van voren. Hier heb je dus een paar bankjes waar je op zitten kunt. En dan heb je dit uitzicht vanaf het bankje. Altijd lekker, hè?